Laarbeek heeft besloten om een, campagne te, een veiligheidscampagne te gaan voeren. Plot. Iedereen heeft een brief in de bus gekregen met daarbij een kaart. Ja. En met die kaart kun je melden. Wat kun je allemaal melden dan? Dat is dan echt gekoppeld aan criminaliteit. Die in heel Brabant, in heel Nederland, maar misschien wel heel Europa op dit moment de ronde doet. Zij ondermijnen ons en wij proberen de criminaliteit op die manier een voet dwars te zetten. Want wij zien veel, maar onze inwoners in Laarbeek zien ook heel veel. En alles wat zij zien waarvan ze zeggen: dit is verdacht, dit klopt niet, dit is niet pluis. Dan hebben ze in ieder geval zo'n mogelijkheid om met deze meldkaart. Dat in te vullen en in de brievenwust te stoppen, dan komt dat vanzelf bij ons. Anoniem. Er wordt niet gevraagd naar een naam, er wordt alleen maar gevraagd: van wat heeft u gezien en waar heeft u het gezien? Punt. En dat doe je thuis, in je kamer, met een telefoon in je hand en niemand ziet en weet dat jij gebeld hebt. Waar moet ik aan denken dan? Aan, aan wat voor er zijn veel mogelijkheden. En het gaat niet alleen om de criminaliteit, dat wil ik toch nog graag gezegd hebben. Maar het gaat er ook om dat we veilige woonwijken willen hebben. Als jij een kapsalon hebt en daar wordt niet alleen haar geknipt, maar er wordt iets anders ook gedaan. En zo'n kapperszaak wat in Rotterdam is gebeurd, ontploft. Dat hebben we hebben gewonden, we hebben doden, we hebben heel veel schade. En dat willen we ook op die manier voorkomen. Want we zien dat de criminaliteit langzamerhand zich beweegt van het landelijk gebied naar de woonwijken. Hoe zit dat? Hoe komt dat? Dat zou je de criminelen moeten vragen. Maar ik denk dat we ondertussen in Brabant al zover zijn geweest dat we in het buitengebied heel veel acties hebben ondernomen om met agrarische gebouwen die vrij staan, om daarin wel de criminaliteit boven tafel te krijgen en daar iets aan te doen. En dan zie je dat de druk daarvanuit de overheid groot wordt gemaakt en uiteindelijk de criminaliteit zijn toevlucht zoekt naar andere gebieden, onder andere naar woonwijken, om op die manier minder op te vallen. En juist in die woonwijken. Daar wonen mensen, daar wonen onze burgers. En die kunnen uiteindelijk op dat moment zeggen: Van kijk, hier is iets niet pluis. En dat kan zijn een verdachte geur. Dat kan zijn dat die ramen al wekenlang zijn dichtgeplakt. Terwijl mensen niet aan het verhuizen zijn en al lang klaar zijn met behangen. Of dat er steeds condens tegen de ramen zit. Of een busje wat ergens op een parkeerplaats staat. Wat zwaar door zijn veren is gezakt. En er al twee weken staat en niks mee gebeurt. Dat zijn verdachte omstandigheden. En daar willen we met deze actie. De burgers mee bewust maken van, als je iets ziet waarvan je zegt dit is niet pluis, meld het. Zo'n kaart wordt ook in de volksmond klikkaart genoemd. Het is geen klikken, het is melden in het kader van je eigen veiligheid en van die van de buurtbewoners. Maar je kan dus lekker uh, je buurman het leven zuur maken. Heb je er een hekel aan? Dan ga je, je lekker melden. Als iemand een hekel heeft aan zijn buurman. en op die manier wil proberen om dan uh, uiteindelijk uh, hem uh, een voet dwars te zetten. daar reageren we niet op. Daar zijn andere manieren voor. Het gaat hier om de situatie. Misdaad. Het is voor het eerst dat Laarbeek hier aan meedoet. Is er aanleiding om, om hier uh, onmiddellijk actie op te gaan voeren? Niet onmiddellijk, uh, want er is natuurlijk wel wat gebeurd. Ik was net twee weken hier uh, in, in functie in de gemeente Laarbeek... en toen uh, in het uh, buitengebied uh, een fors aantal liters uh, chemisch afval werden gevonden... die aan drugs gekoppeld zijn. En we hebben daar uiteindelijk 60 ton grond moeten afgraven... wat allemaal wat in de grond was gecijpeld uit die Kentse. Dat was chemisch afval gerelateerd aan drugs... Als je iets ziet, ruikt of hoort in je eigen woonomgeving, is dat denk ik ook de reden om op die manier die meldkaart te pakken om met politie en handhaving, brandweer eventueel dan actie te kunnen ondernemen.